Ik zit hier met Hans Verkoren en in deel 1 heb ik gepraat over wat de achtergrond is van Hans Verkoren van de Postbank, NMB, ING. Maar op een gegeven moment had hij een idee om ING direct op te richten. En daar gaat dit tweede gedeelte over. Het zal ongeveer een uurtje zijn. Echt heel veel details over hoe eigenlijk zo'n strategie tot stand komt bij ING. Hoe het eerste pioniersland Canada tot stand kwam. Daarna hoe we naar Spanje zijn gegaan, Duitsland, allerlei andere landen. Amerika, hoe het gestart is met een fantastisch reclameverhaal. En daarna eigenlijk hoe het in 2008 de crisis is aangekomen. En al dat verhaal over die rommelhypotheken. En op een gegeven moment ook dat afgestoten is Amerika en Canada. En wat het eigenlijk voor ING betekend heeft. Want dat is echt een hele hoop. Dat heeft een hele hoop betekend. Hans, we kennen elkaar toen we op een gegeven moment een keertje bij het Koerhaus, een innovatiedag. En toen presenteerde jij daar het verhaal over ING direct in het buitenland, een spaarbank. Dat was in 1996. Wanneer is die strategie om naar het buitenland te gaan met een consumentenbank, met spaarbankgeld en direct? Hoe is die bij ING tot stand gekomen? ING heeft in de loop van 1995 heeft de Raad van Bestuur besloten om in het buitenland niet alleen te blijven bij zakenbankieren, wat al van oudsher de voormalige NMB deed, NMB Bank, en verzekeringen, maar dan eigenlijk alleen consumentenverzekeringen, wat Nationaal Nederlanden vanuit Nederland ook had uitgebouwd over decennia. Nog eerder dan de NMB. En dat derde buitenland logisch onderdeel zou zijn ook consumenten bankieren in het buitenland. Want dat deed de verzekeringsmaatschappij Nationaal Nederlanden wel voor verzekeringen. Mm-hmm. Maar voor banken, bankactiviteiten, was het alleen maar zakenbankieren. Geen... Ja, dat was het oude NMB-netwerk, dat hadden jullie wel. Nationaal Nederland had een bak met landen waar ze gewoon persoonlijke verzekeringen, levensverzekeringen verkochten. Maar er was nergens waar de retailbanken. En dat vonden zij een witte vlek. Ja, en bovendien is een mogelijke synergie. Die de fusie, hè, eerst was het idee dat de fusie moet in Nederland gerechtvaardigd zijn. Dat Nationaal Nederland bijvoorbeeld verzekeringen via de Postbank kan verkopen. Nou, daar kwam weinig van terecht, want dat wilden de tussenpersonen niet. Waar Nationaal Nederland natuurlijk heel van afhankelijk was. Dus ja, ook in Nederland was er niet zoveel synergie dat verzekeringsagenten of makelaars bankproducten verkopen, wat ook het idee was. De gebonden agenten. Die waren... Dus in Nederland werkt het niet, dus misschien gaat het in het buitenland wel werken. Ja, en bovendien het voordeel is, in het buitenland was Nationaal Nederland veel meer met gebonden agenten in zee gegaan. In al die nieuwe landen, opkomende markten, hadden ze eigen salesforces van gebonden agenten. Die waren waarschijnlijk wat makkelijker te overreden of te dwingen om ook andere dingen te verkopen. Terwijl die onafhankelijke makelaars in Nederland, behalve dan de RVS, die wel gebonden agenten had, maar die hadden er geen belangstelling voor. Nee. Oké, dus jij begon, en dat was in 1995, begon je met het verzinnen van een strategie, december 95. Ja. En heb je dus een plan gemaakt? En hoe maakte je dat plan en wanneer was dat klaar? Ja. Nou, ik was toen nog baas van de Postbank en ik werd dus gevraagd door de Raad van Bestuur om, want er in het buitenland geen mensen waren, in het buitenland staf, geen mensen waren die verstand hadden van consumentenbankieren. Of alleen van zakenbankieren, of alleen van consumentenverzekeringen. Ja. En toen ben ik met een aantal postbankmedewerkers, die mocht ik meenemen, ben ik overgestapt naar die buitenlandhoek, buitenlandcomité. En toen hebben we daar als eerste opdracht met die groep mensen, man of tien, hebben we samen met McKinsey op onderdelen, hebben we 3 maanden de tijd gekregen van eind 95 tot april 96. Dus ik ben dus overgestapt in december 95 met de opdracht van het eerste kwartaal werk aan die strategie. Mm-hmm. Met mijn eigen staf en met dus McKinsey. En toen hebben we in april dat plan gepresenteerd. Dat was duidelijk in het plan als één strategie onderdeel. We hadden het idee, we maken een soort driepoot van 3 strategieën in dat plan. Nou, het was beginnen wel duidelijk. 1 van de 3 moest natuurlijk zijn de verzekeringsagenten te gaan gebruiken. Maar daar was het eigenlijk om begonnen. Dat was ja, daar had jij natuurlijk ook enorm veel geloof in, want dat was in Nederland ook niet gelukt. Precies, ik had bij de Postbank gezien dat onze postbankproducten ook niet door die tussenpersonen, maar het waren die onafhankelijke tussenpersonen, maar goed. En omgekeerd ook dat de Postbank ook weinig aan verzekeringen mocht of kon toevoegen. Eigenlijk mocht toevoegen vanwege de opstand van de tussenpersonen. Dus ik had zoiets van, ja, het buitenland, ik wilde wel overstappen. Ik zal het proberen. Maar ik zag meer bijvoorbeeld om de Postbank direct ervaring, proberen iets van te maken. Okay, dus direct met callcenters en langzamerhand internet en dat soort dingen. Dat is de tweede strategie. En de derde strategie, die stond bekend als de Citibank-strategie. Ja,
En met name McKinsey, die dus bij het project was ingeschakeld om mijn staf te ondersteunen met hun ervaring met andere landen en banken. En McKinsey had natuurlijk geen enkele ervaring met direct, dat was nog niet vertoond. Ja, behalve dat ze wisten wat de Postbank deed. En McKinsey had dus wel ervaring met banken die nog via kantoren binnen allerlei landen van de wereld verkochten. Ook consumentenbanken. Met name Citibank was het grote voorbeeld. En daar kwam de gedachte uit, oké, laten we ook proberen. Wat was het verhaal van Citibank? Ja. Want Citibank kennen we natuurlijk uit Amerika, maar die is ook echt internationaal gegaan. Ja. Nou, Citibank was een zakenbank in de Verenigde Staten aanvankelijk, met alleen een beperkt aantal staten ook nog consumentenkantoren, met name New York. Want in de Verenigde Staten konden banken vaak niet nationwide consumentenbankieren doen. Behalve die savings en loans en zo. Maar Citibank zat alleen maar erg in New York. En verder waren ze zakenbank. En in het buitenland waren ze ook eigenlijk zakenbank. Net zoals de NMB ooit begonnen is. Veel later overigens. De NMB heeft trouwens vaak Citibank voor de zakenbank als voorbeeld gezien. Ook in de emerging markets in Oost-Europa. Was de NMB vaak de tweede na Citibank. Maar goed, Citibank, daar praten we over eind 60 jaren. Was daar een... eerst de helft 70 jaren, John Reed, dat was een echte consumentenbankier. Die had zich al in de Verenigde Staten bewezen voor de consumentenactiviteiten die daar in met name de staat New York plaatsvonden. Had hij behoorlijk uitgebreid. De geldautomaten was hij verantwoordelijk voor en toen die net opkwamen. En die is toen door de CEO gezegd, de toenmalige CEO, een zakenbankier, Sam Armacost. John, en die was toen misschien 35. Jij gaat nu retail banking verder uitbouwen, ook wereldwijd. Want in veel staten kunnen niet veel verder. Want dat zakenbankieren is zo volatiel. Hè, dat is zo onzeker. De ene jaar mooie winst, maar die gaat dan voor groot deel naar de bonussen van de dealers. En de andere jaar is het dan weer opeens. Zijn er weer een paar crisissen geweest. En dan hebben we, het is veel te volatiel. Dat vinden ook de aandeelhouders niet leuk. De beurs die vertrouwt dat nooit. De koers van dit. Bouwen aan een stabiel retailbedrijf. En ik wil dat je naar 50 miljoen klanten groeit buiten de Verenigde Staten. En elk klant moeten we 100 euro verdienen. Dan hebben we 5 miljard euro per jaar. Hebben we dan een stabiele winst die niet zal schommelen. Ja, en dat was eigenlijk ook een beetje. McKinsey kwam ermee aan. En dat vond de Raad van Bestuur een mooi verhaal. Ja, en bovendien, Citibank heeft het ook bewezen. Ze hebben het ook gehaald. Ja. En daarom is meneer John Reed ook CEO geworden. Als eerste niet-zakenbankier. Die in Citibank dan ook de hoogste plaats kon krijgen. Want hij het goed gedaan had. Toen was hij dus CEO van een zakenbank en een consumentenbank. En werd hij een beetje gewaardeerd door die zakenmensen? Nou, niet echt. Die waren verbaasd dat een retailbanker opeens ook de grote deals voor verantwoordelijk werd op het hoogste niveau. Daar had hij nog helemaal geen verstand van. En omgekeerde zakenbankier kan makkelijk dat simpele retailwerk erbij doen. Dat is zo simpel. Ja. Maar, en dat is ook niet riskant en zo. Maar zaken, maar voor een niet-zakenbankier, om dan toch CEO te worden, dat was toch heel riskant. En op een gegeven moment had hij helemaal geen zin in die zakenband. Dus wie heeft hij toen op een gegeven moment maar als naar binnen gehaald? Ja, dus behalve dat de zakenbankiers niet zagen zitten dat hij het werd. Hij vond het ook vervelend, want hij kwam niet meer aan retail toe. Want elke dag moest hij wel een paar grote klanten ontvangen die per se met de CEO zelf wilden praten. He, CEO's van grote internationale bedrijven of sheiks uit het Midden-Oosten of zo, die de CEO wilden spreken. En dan werd de zaak verder gedaan door natuurlijk zakenbankiers onder hem. Maar hij moest altijd daar zijn agenda voor leegmaken. En toen heeft hij Onno Ruding aangetrokken. Die was toen net van het IMF terug. En die had voor minister van Financiën in Nederland geweest. 8 of 12 jaar. En had een goede internationale standing. En die man vicevoorzitter maken. En dan te zeggen van, die mag die grote klant ontvangen. Want er kan toch niet een sjei klagen dat hij door deze man ontvangen wordt. En dat hij zich niet volwaardig aangesproken voelt. Dus je hebt dat plan, dat was het derde voorbeeld en dat was ook de inspiratie. Dus je ging van start met dat plan, ja, met drie strategieën. Hoeveel heb je er toen voor gekregen? Hoeveel mocht je investeren? Nou, het was zo dat er was een traditie binnen ING, vooral aan de verzekeringkant, dat ze voor allerlei nieuwe start-ups op de verzekering hadden, ook al decennia voor de fusie, hadden ze al buiten Nederland eerst maatschappijen gekocht, Verenigde Staten, Canada en Australië, met vooral onafhankelijke brokers, en net zoals in Nederland. Maar ze hadden voor emerging markets, opkomende landen, hebben ze vooral leven, eigenlijk alleen maar leven, maatschappijen, zelf opgezet. Dat noemden ze greenfields. Ja. En daar werd dan gebonden agenten werden gerekruteerd. En dat was 100 miljoen per jaar was daarvoor beschikbaar. 100 miljoen, niet om de aanloop voor want al die landen waar ze dat begonnen, werden natuurlijk aanloopverliezen geleden. Want die gebonden agenten die kosten meer het eerste jaar aan provisies dan er aan polissen binnenkwam. En pas na een jaar of 5
dan was die premiestroom van die polissen genoeg om die provisies te dekken. En die verliezen van die eerste jaren, die mochten ze uit die 100 miljoen doen. Dus ze konden zoveel landen doen als ze fysiek aankonden. Je moet die mensen werven. Nee, maar goed. Maar jij bent dus. Maar jij had dat plan, dat is goedgekeurd. Hoeveel kreeg jij nou mee om het op een gegeven moment te gaan proberen? En toen, dankzij de verzekeraars, werd er gezegd: als we dat met het plan in zee gaan. En we geven Hans en zijn mensen dit mandaat of deze opdracht. Dit plan te gaan doen. Dan moet hij ook zo'n bedrag per jaar hebben waar hij die verschillende strategieën uit kan doen. In verschillende landen. En tot het plafond, meer krijgt hij niet. Dus als het een ander. Als moet er een land wachten nog een jaar. En dat was 50 miljoen, de helft van wat de verzekeringen al voor hun eigen landen deden. Maar wat zij al jaren bezig waren, zij waren een keer verhoogd van 50 naar 100. Maar ik moest dus blij zijn dat ik van 0 naar 50 mocht. Elk jaar mocht je 50 miljoen aan aanloop verliezen, mocht je gewoon doen. Oké, dus jij ging. Wanneer ging je van start met het eerste land? Nou, we zijn toen in die strategieën waren dus gezegd, we gaan een pilot doen met de gebonden agenten. Met verzekeringsagenten, maar wel gebonden agenten. Die kan je nog in ieder geval iets opleggen. Welk land was dat? Griekenland. En het was eigenlijk al een beetje gaande. Toen ik overstapte, was er al iemand van Nationale Nederlanden. Mijn latere opvolger, Dick Harry van. Die was al overgestapt van verzekeringen naar de bank. Zat eigenlijk tussen de zakenbankiers toen nog. En die was al bezig om dat Griekenland voor te bereiden. Dat was eigenlijk een soort voorloper van de strategie. Het was altijd duidelijk dat ze dat graag wilden. Dus dat was eigenlijk al besloten voordat de strategie er was. Nou, die was daarmee bezig. Ik had dus voor citybanking, zoals wij dat noemden. Dus retailbankieren via kantoren in principe in emerging markets, want in westerse mature markets ben je gewoon te laat. Ja. Dat is allemaal, daar zijn al genoeg kantoren. En we hadden in Polen een bank gekocht, kort daarvoor, bij de privatisering in Polen, na de val van de muur. Die bank was eigenlijk een staatszakenbank, maar die werd toch bij mij ingeschoven, want die paste in de Citibank-strategie, om daar ook de consumentenkantoortjes uit te bouwen en daar ook consumentenproducten te gaan aanbieden. Polen, Griekenland, Polen en het derde land was. En de gedachte was om die kantorenstrategie, behalve die gekochte bank in Polen, ook nog zelf iets op te bouwen. Wat Citibank ook gedaan heeft in sommige landen. En dat zou dan Tsjechië worden, met name Praag. Nou, en daar was ook een groep voor aan het werk gezet. En dat moest ook uit die 50 miljoen. En dan de derde, de directstrategie, waar ik zelf eigenlijk de meeste affiniteit mee had, gegeven mijn achtergrond. Daar was het heel duidelijk dat we Duitsland hebben naar gekeken. Ook onderzoek gedaan, maar het was zo conservatief en waren wat kleine directbanken, maar heel klein. En het was ook, Duitsers houden erg van Duits, van eigen Duitse instellingen. En zo'n Hollandse bank die opeens daar met een Hollandse naam, ING en zo. Dat... Kom op Hans, wie was het eerste land wanneer je begon? Omdat Duitsland dus zo riskant leek, dat het niet zou lukken. Hoewel dus als dichtbij ons buurland, vijf keer zo groot als wij, dat leek natuurlijk op zelf voor de hand liggend. Maar Canada hadden we dus, waren we de grootste schadeverzekeraar in Canada, dat waren we al. Als je naar Nederland had, daar allerlei deze schadeverzekeringbedrijven gekocht en in mindere mate leven. Dus we hadden in het land veel ervaring, onze collega's daar hebben me ook echt geholpen. B, we hadden daar zelfs een direct verzekeraar, een soort centraal beheer. Die hadden ze ooit een keer een grote verzekeraar gekocht. En toevallig zat er ergens onder die grote verzekeraar nog een dochterbedrijfje dat auto's direct verzekerde. Dus ook daar was wat voor ervaring met direct marketing. Die jongens hebben me ook geholpen. Dus toen hebben we marktonderzoek genoemd in Canada. Met Postbank marktonderzoekers. Die een team die naar Canada ging. Maar met hulp van de Canadese collega's, de verzekeringscollega's. En dat onderzoek was dermate overtuigend. Dat gaan deze consumenten niet alleen voor verzekeringen, wat we al ervaren hadden, hè, voor die autoverzekeringen, maar ook voor bankproducten en voor sparen, en met name sparen, erg op een hoge rente uit waren. En daar dus bereid waren om zonder een persoonlijk filiaal dat direct af te nemen. Dat was een veel positievere uitkomst van het onderzoek dan in Duitsland bijvoorbeeld. Ja. Oké, dus je ging dus echt in Griekenland, in Polen, in Tsjechië en in Canada in van start. Wanneer is Canada van start gegaan? In mei 97. Dus zeg maar 2 jaar na de goedkeuring. Nee, 1 jaar na de goedkeuring van de strategie. Want de strategie was goedgekeurd in april 96. En in dat jaar, van april 96 tot mei 97, hebben we besteed eerst om een team te recruteren lokaal. En met name de eerste general manager, CEO, met hem samen de rest. En dat was de pionier. Echte pionier die ook later in de Verenigde Staten heeft gedaan. 3 jaar later is het overgestapt. En met hem hebben we de strategie verder verfijnd voor Canada. Zij kende Canada natuurlijk beter dan wij.
We hebben gezien dat de postbanksystemen te grootschalig waren om in Canada te kopiëren. Bovendien was de postbanksystemen erg gebaseerd op betalingsverkeer. En daarop sparen crosscellen. Terwijl in Canada hadden we geen betalingsverkeer. We hadden geen postkantoren, whatever. We moesten het helemaal gewoon sparen. We moesten stand-alone in de markt gezet worden. En dat waren die systemen van de postbank. Allemaal afgeleid van betalen, niet geschikt voor. En te grootschalig. Dus we hebben toen naar allerlei vergelijkingen van allerlei softwarepakketten in de markt. Hebben we een softwarepakket uit Pennsylvania, Malvern in Pennsylvania, van twee broers Sanchez. Die verkochten het pakket aanvankelijk, en hun vader deed het al voor hen, aan spaarbanken in de Verenigde Staten, over de hele continent. Maar na de val van de muur, hij is die pakketten ook gaan verkopen in Oost-Europa. Want de Oost-Europese banken hadden nauwelijks software, en dat waren toch vrij kleinschalige banken. Die waren ongeveer de schaal van een savings and loans. En die hebben het kantoor in Praag geopend. Dus ze hebben heel veel pakketten ook in Oost-Europa verkocht. Maar dat begon ze een beetje. Dat is goede ICT gebleken eigenlijk? Ja, goede ICT gebleken. En, dus wij hebben dat pakket. Toen waren ze een beetje klaar in Oost-Europa. En het liep er niet meer hard. En ze hadden in Praag het kantoor. Toen waren ze dolblij dat ze weer in een thuismarkt opeens een grote speler. Want wij zouden wel onze potentie wel in de gaten. Canada liep al heel. Het was al voor de Staten zelf begon. Ja. Maar Canada heeft toch ook. De man in Canada, die ook trouwens nou weer in de Staten gewerkt had. En later weer terug is gegaan. Die heeft dus inderdaad dat systeem ontdekt. Met zijn vergelijking met andere pakketten. Die heeft de plannen voor Canada waren ambitieus. En het was duidelijk dat we daarna naar de Verenigde Staten zouden gaan. Dus daar zagen. En zij kregen een fee per rekening. Hè. Dus ja, niet alleen het pakket. Oh, wacht even. Dit is echt. Eerst, je kocht het gewoon per fee per rekening. Nee hoor. Je kan een softwarepakket kan je gewoon proberen voor een behoorlijk hoog bedrag eenmalig te kopen. Je kan ook afspreken dat ze een Canadese dollar krijgen per rekening. En dan op de groei. Niet elk jaar, maar naarmate de groei door blijft gaan. Ja. Is een soort earn-out, dat ze gewoon met de groei mee krijgt, gaat die dollar per rekening. Voor hun was het een goede deal. En voor jou was het een lage start. En ze waren ook gemotiveerd om het goed te maken, zodat je ook aan het werk kon. Goed businessmodel. Ja. En dat pakket was zo goed dat we dat ook hebben gekopieerd. Later voor Spanje, voor Frankrijk, Italië, Duitsland niet. Die hadden een eigen pakket en die waren ook weer vrij groot. Dus die hadden dan heel veel moeten converteren en zo. Dat was een bestaande club. Maar zelfs Australië hebben dat pakket en zo. Dus ja. Dus dat is ook wel echt een goede les geweest. Niet ICT-systemen van een oude moeder overnemen. Want dat heb je echt wel veel mazzel mee gehad. Oké, toen begon je in Canada. Hoe kwam je daar aan de bak eigenlijk? Hoe overtuigde je die Canadezen om op een gegeven moment hun geld aan een Nederlandse bank te geven? Nou kijk, het grootste deel van ons budget daar en van ons aanloopverlies wat we dan mochten maken binnen die 50 miljoen budget wat ik had gekregen. Dat grootste deel van het budget ging naar de marketing. Echt heel groot scheep, zoals we bij de Postbank gewend waren in Nederland. En de meeste banken dat niet gewend zijn. Bovendien, en daarnaast ging het natuurlijk naar het callcenter. Want dat kostte dan als tweede kostte post, inclusief de operations. En dat reclamebudget werd heel effectief ingezet. Niet op brand. We hebben altijd gezegd, we gaan niet de naam ING direct met de Oranje Leeuw. Dat kan natuurlijk niemand kenden. Maar ja, waarom zouden we een Nederlandse fancy name doen? Laten we dan maar investeren in de groepsbrand, want die kan dan later ook voor andere groepsonderdelen. En de Canadese verzekermaatschappijen hadden allemaal lokale namen. Die hadden geen Nationaal Nederland of wat ook brand. Die waren allemaal of op een Quebecse brand of op een brand uit aan de Westkust. Die allemaal verschillende. Dus wij moesten echt, wij bouwden die brand. Maar die brand die we hebben eigenlijk, gaan we niet tientallen miljoenen voor adverteren, zoals een hoop banken doen. Dat komt wel, als we groeien, dan komt die brand vanzelf mee. We gaan het product. De oranje spaarrekening, Orange Savings Account. En daarmee is de oranje kleur ook al gezet. Die later ook voor de Oranje Leeuw natuurlijk kan worden gebruikt. En de Orange Savings Account, die moet zichzelf verkopen door een hoge rente. Want we hebben geen kantoorkosten. En we kunnen dus gewoon een hoop geld. En we geven wel geld veel uit aan reclame, maar dat is goedkoper dan kantoorkosten. En daardoor kunnen we dus hoge rente betalen. En die hoge rente, die verkoopt zichzelf. Maar moet wel heel erg duidelijk in elke advertising, elke commercial, de Orange Savings Account 4%. Dat was het toen. Terwijl de andere banken nog niet aan de 3% kwamen. En dat is er ingeramd en dan steeds met als aftiteling ING Leeuw Direct. Yeah. Dus de brand groeide vanzelf mee in de naambekendheid van het product. Maar als je die tijd enquêteerde in Canada, dan had dus de Orange Savings Account had een hogere naambekendheid, veel hoger dan ING Direct. Yeah. Maar dat is later naar elkaar toegegroeid. En de hamvraag was op de eerste dag, dat was ergens, ik geloof gewoon in de dag, 30 april, begin mei, maar het was eigenlijk 30 april al. En het was die avond van 30 april begonnen de commercials.
En vanaf die 1 mei de volgende dag, dat was 1 mei is een vrije dag in Canada. Ik denk dat ze begonnen op 28, 29 april te adverteren. En 30 april was de eerste volle werkdag, dat mensen die avond ervoor die commercials gezien hadden. En op weg naar hun werk zagen ze de billboards overal langs de highways. En de kranten, de ochtendkranten, hadden allemaal hele grote advertenties met zelfs coupons, ouderwets en met overal over een savings account 4%. En als de mensen dan op de highway, als ze van buiten Toronto of van voorsteden naar het business center kwamen, dan zagen ze opeens een kantoorgebouw van 10 etages met op het dak een hele grote oranje leeuw en lichtreclame in je G-direct. En dat was omdat wij de bovenste 2 etages van die 10 hadden gehuurd. En soms was er heel veel leegstand in dat gebouw. Het was een B-gebouw, maar wel op een goede locatie. En de eigenaar was bereid om ons voor die 2 etage huur en eventueel een optie op meer etages als we zouden groeien, ons die lichtreclame te geven en daarmee te suggereren dat het hele gebouw van ons was. Dus het gaf vertrouwen dat wij een grote, goedlopende toko waren. Als je dan zo'n groot gebouw hebt en zo. En de mensen die dat op de highway zagen, die dat in de krant hadden gelezen. En het kwam een combinatie van mediadruk of op tv de vorige avond. Er ging al vrij snel, werd er heel veel gebeld. We waren in het callcenter, waren we er heel erg op uit. Om, als de telefoons gingen, iedereen moest aan de telefoon. Ook de koffiejuffrouw en ook de CEO. En dus onmiddellijk aannemen en onmiddellijk, als ze dat wilden, of al telefonisch een rekening openen en dan de papieren toesturen. Of een folder alsnog toesturen als men nog niet had besloten om te openen. Of er kwamen coupons binnen uit de krant, uitgeknipt, alles kwam binnen. En dat moest de eerste dag moest blijken. Kijk, het zou een ramp zijn als het zo hard ging dat we de telefoon niet konden aannemen. Vandaar dat we wel allerlei backup hadden. Dat zou heel erg zijn, want dan zijn de mensen natuurlijk ontevreden. Maar het zou nog erger zijn als je daar zit en er komt geen telefoontje, er komt geen telefoon binnen. Dus ik zat ontzettend zenuwachtig in Nederland. Ik heb toen besloten om niet de eerste dag daar zelf heen te gaan en de jongens voor de voeten te lopen. Die worden dan nog zenuwachtiger. Mm-hmm. En ik heb om een uur of, 6 middags of zo, heb ik gebeld. Het was 30 april, op Koninginnedag. Ja, ik was thuis, ik had een vrije dag. Yeah. En in Spanje was het niet, want in Spanje was het Hemelvaartsdag. En dat is hier een vrouw ook een vrije dag en daar niet, want ze hebben daar Maria Hemelvaart, dat ze vrij zijn in augustus. Dus goed, dus ik belde om een uur of 6 sowieso op. Was het daar dus 12 uur 's middags, 6 uur tijdverschil. Het was hier dus, of 5 uur 's middags, belde ik op. In ieder geval waren daar in ieder geval aan het eind van de ochtend. En toen hadden ze al 1.500 telefoontjes. Nou, toen wist ik dat zit goed, dat gaat goed. En dat is ook zo doorgegaan. En wat een fantastische Koninginnedag. En ook oranje, het was echt een mooie koppeling daarvan. Dus de marketing was eigenlijk een beetje het oude postbank-idee. Ja. ICT had je opnieuw ingericht. Het was heel duidelijk een hogere 1% hogere rente, ja. Zeg maar. En Canada was gewoon een goed voorbeeld hoe dat liep. Ja. Het liep dus prima. En het grappige was, tegelijkertijd was een Canadese bank die had lucht gekregen van onze plannen. Waarschijnlijk, want we hebben natuurlijk ook mensen hebben gesolliciteerd of via headhunters die niet geworden zijn. Een reclamebureau die niet geworden is, want een ander bureau was beter. Dus het ging al een beetje rondpraten dat wij iets gaan doen waren daar. En toen is de Canadese Bank of Montreal, die heeft ook een rekenbank opgezet. En die was zelfs wat eerder dan wij, want die kon gewoon alles van de bestaande bank gebruiken. Terwijl wij nog mensen moesten recruteren, wij moesten nog reclamebureau recruteren. We moesten die IT van de Sanchez moesten we nog natuurlijk bouwen, et cetera, of invoeren. De Bank of Montreal was een maand eerder dan wij klaar. En dat hadden ze wel knap slim gedaan onder een andere brand. Om niet de Bank of Montreal bankkantoren te cannibaliseren. Want dat is natuurlijk altijd met bankkantoren het gevaar. Je opent een directbank als bankkantoor, als kantorenbank. Yeah. En die klanten die zien opeens dat ze bij de directbank een procent meer rente kunnen krijgen dan dichtbijzijnde kantoor. Dus die gaan overstappen en die kantoren de pest in, et cetera. Yeah. En dan vaak na een tijdje zegt dan toch de CEO, nou, die moet wat lager, want de kantoren hebben zoveel last van. Hè? Dus dat is eigenlijk waar je beter geen directbank kan zijn, vanuit een bestaande bank, maar beter als nieuwkomer. Maar goed, in ieder geval die M-banks hadden ze genoemd, dus Montreal, Bank of Montreal, de M-bank met een X, banks. En die M-banks, die hadden ze al een maand eerder commercials dan wij, maar die hadden ze helemaal niet begrepen dat je op product en iets hoge rente moest gaan zitten. Misschien wel uit angst voor die kantoren. Dus je hadden meisjes die liepen met lange vlechtjes door de korenvelden en die liepen te zingen, the times they are changing. En dan was er een voice-over, over, indeed the times are changing, you should go to a direct bank. Maar wat in het voor mij? Niks. Hè? En dat het wisten we al. Wauw, dus, maar dat was dus inderdaad echt gewoon de concurrentie van Canada. Ja. En daar, wat heb je nou, wat zijn de belangrijkste dingen die je daar geleerd hebt, die je eigenlijk daarna gewoon uitgerold hebt over alle andere landen? Nou, dat het IT-systeem fantastisch was.
Dat inderdaad, wat we dachten, het product en geen brand, dat we daar ons geld in moesten steken. Het callcenter, maximale efficiëntie en maximale klantvriendelijkheid. En dus ja, een jaar later, dit was allemaal nog 97, mei 97, toen hadden we wel een website, maar die was meer voor informatie. Het waren een soort folders, maar folders die dan elektronisch waren, die kon je dan ook uitprinten, dat was het dan. En dan kwamen werden wel informatie opgehaald. En er werd ook wel enkele keer iets in de box daar van iemand die zei, ik wil ook openen. En dan ging hem alsnog weer een folder toesturen. Ja, ja, ja. Maar een jaar later, in 98, toen was het al, ook in Canada ging internet zo hard, dat wij toen al zagen dat onze nieuwe klanten verschoven van een zeg maar 99% callcenter of kranten, even bellen, respons, naar zeg maar 50-50 met internet. En de transacties, die gingen al naar 3/4 via internet. Van de bestaande klanten. Hè? Ja, ja. Dus inleggen, opnemen, et cetera. Dus we hebben ook heel erg geluk gehad dat we net de timing, dat net toen internet echt begon door te zetten, wij er al waren en dat we die wind in de rug hadden van internet. En dat je ICT-systeem dat er ook mee op kon gaan. Opgaan, heel goed, de interface van het ICT-systeem naar de website, dat is ook prima. Dat is ook helemaal klaar voor. Dus dat is eigenlijk voornamelijk wat we geleerd hebben. En goede reclame. En soms heb je natuurlijk lokale dingen die je niet kan kopiëren. Bijvoorbeeld Canada is erg pro-Hollands. Die koningin heeft er gezeten in de oorlog met haar gezin. Dat weten ze allemaal. Elk jaar Ottawa bloeien nog honderdduizenden tulpen. Die nog steeds Beatrix of Willem-Alexander betaalt. Of de regering, maar ik weet niet. Maar elk jaar nog in de Ottawa grote tulpenvelden. In het voorjaar. En dan verder. Hardwerkende Hollandse boeren die daarin geëmigreerd zijn. Ja, dus we hebben gewoon een goede reputatie daar. Dat was een makkelijk land. En dus hebben zij besloten, niet wij. Ik heb wel de reclamecampagne meehelpen goedkeuren. Ik heb er wel heen voor de reclamepitch. Dat heb ik in alle landen gedaan. Maar ik zou nooit hun overroeren daar. Ik zou alleen zeggen, als ik hem niet productwervend genoeg vind. Jongens, dit is weer zo'n chique imagecampagne. Maak even een andere. Maar ik zou nooit een campagne zelf doordrukken die het wel moest worden. En deze campagne, dit bureau wat gewonnen heeft, had een Nederlandse acteur via een castingbureau gezocht. Een acteur die een kleine tv-dingetjes, hij heeft ook wel eens een klein rolletje in slechte tijden, goede tijden gehad en zo. En verder stond hij wat tussen de schuifdeuren, deed hij wat kleine toneelgezelschappen. En deze Frederik de Groot was door een castingbureau gezet en die was naar Canada gevlogen. Ik zei tegen jongens, ja jongens, dan moet je niet dat je denkt dat je mij is behaagd of zo door een Nederlandse acteur aan te trekken. Van mij moet je gewoon doen wat goed voor jullie is. En niet omdat je denkt dat het zo leuk is als een Nederlandse acteur. Nee, maar dat is voor iemand van Canada. Dat vinden ze leuk. En dat Hollandse accent, dat zachte Hollandse accent, vergeleken met een veel harder Duitse Engels accent. Of Duits in het Engels. Dat vinden ze charmant, et cetera. En die acteur heeft zeker 20 jaar lang heeft dat blijven doen. Dat is de langslopende campagne. En die man loopt door de straten in Toronto. En dan zegt hij zo op zijn Hollandse accent. Kijk, al die gebouwen, van al die banken hier, al die wolkenkrabbers. Dat betaalt u allemaal. Dat gaat allemaal van uw spaarrente af. Gaat allemaal in die bakstenen zitten. Hè? En wij hebben dat niet. Wij hebben gewoon telefoon. En we hebben een paar mensen achter de telefoon zitten. En dan dit en zo. Nou, vonden ze fantastisch. Die kaart. Eigenlijk een beetje John Cleave met de, met de postbank. En dus erg af. Do you know Giro Blauw? Ja, precies, ja. En erg afzetten tegen de grote banken. Maar op een komische manier. Want door die gebouwen en die rondom met een accent en zo. En zo met je hoog kijken. Alsof hij zelf bij de spreker op de straat slaapt. Hè, en helemaal geen gebouw heeft. Nou, en terwijl als je echt agressief tegen die banken aan gaat schoppen. Agressief, dat heet Australië. Ik kan je ooit een keer afgekeurd. Dat was gewoon, dat vinden mensen niet leuk. Alleen maar schelden, et cetera, weet je wel, van wij zijn beter en zo. Maar gewoon een beetje. En dat was zelfs dit was Canada, groot succes. Mag je even uitknippen. Er was een Canadese satirische, een soort à la Alexander Pola in Nederland. Ik weet niet hoe die serie ook weer heette, maar in ieder geval met allerlei typetjes en zo. Nou, in Canada heb je ook zo'n serie. En dat het heet gewoon, wij noemen dat farce majeur in Nederland. In plaats van force majeur, nou zei ook zoiets. En dan loopt op een gegeven moment een vent in een van die uitzendingen van dat. Een van de komiek loopt ook inderdaad door de stad, door Toronto, in een soort Volendammer vissersbroek. Heel, heel wijde broek en ook zo'n Hollands jasje, et cetera. En ook met een Hollands of ook zo'n Volendammer jekkie aan of zoiets. En dan die grote broek. En ook weer zo'n beetje dat die commercial te imiteren. En dan zegt hij, and we don't need a big bank to keep your money. We just have your money in our pants. En dan haalt hij uit zijn broek zakken, die grote Volendammer broek, haalt hij allemaal klauwen met banknotes. En dat is helemaal gratis reclame natuurlijk geweest voor ons. Hè? Ja.